geluid staat wel heel hard. Mag ietsje zachter. Kan het zo in-game ook nog wel even aanpassen. Pas het zo in-game wel even aan. Ja. Let's go. Het gaat best wel goed. Mijn griep is aan het weggaan, maar onze doucheafvoer is verzakt. En dus wil het water niet weg. Dat is niet fijn. Ik herken je probleem. We hebben het ook een keer gehad. Oh, jeetje. Dat was even lag voor deze. Hopelijk ligt het aan het laden. Want verder ziet het er redelijk smooth uit. Jongens, welkom op ons planeetje. Ons planeetje heeft nog geen naam. Ik heb dus al redelijk wat van deze game gespeeld. Ik weet dus wat ik moet doen, maar ik ga jullie wel uitleggen wat ik aan het doen ben en wat ik dus ga doen. Nou, met tap ga ik eerst mijn capsuletje uit. En dit is mijn mannetje. En ik zal even hoi zeggen. Hallo. Hi. Bedankt voor je follow. Dit is ons poppetje. En je ziet dat dat poppetje heeft een blauw lijntje, zeg maar, wat naar onze capsule gaat. Onze capsule is namelijk datgene wat ons zuurstof geeft. We kunnen hiermee een stukje lopen en op een gegeven moment is het lijntje onderbroken. Nou, als we hier een tijdje gaan staan, dan zul je zien dat het tankje, dit blauwe dingetje achter op onze rug, dat die langzaam naar beneden gaat. Dat betekent dat onze zuurstof langzaam opraakt. Heel vervelend, want dan moet je dus al door heel dicht hierbij blijven. Maar er is dus een manier, meerdere manieren, waarop je je zuurstofvoorraad dus kan verlengen. Nou, dat is het allerbelangrijkste wat we als allereerste moeten doen. Met Q openen we ons rugzakje. Dit is ons rugzakje. We hebben nu nog niet zo heel veel mee te doen, maar Even de basics. De locatie is zo goud. I know, Don. Ik heb eindelijk een keer mazzel. Ik zat in de vorige, waar wij met z'n tweeën speelden, zat ik gewoon vast ergens in de grond of zo. Dat was echt verschrikkelijk. Even zien. Ik zie namelijk niet wat ik nu wil hebben, maar ik zie daar wel een bolletje in de verte. En daar zit loot in. Dus we gaan even rennen. En we zijn wel op tijd weer terug, zeg maar, voor onze zuurstof op is. Dus dat moet wel goed komen. We gaan deze open. Er zit aluminium in. En als ik deze zeg maar naar mijn rugzakje sleep, dan klikt die automatisch vast op een van die dingetjes. Dus dan heb ik gewoon zo heel snel mijn spulletjes in mijn rugzakje. Ik zie niet datgene wat ik nu moet hebben. En dat heet verbinding. Ik heb trouwens alles in het Nederlands staan. Dus als jullie de namen in het Engels gewend zijn, dan sorry, maar ik heb dit Nederlands vind ik wel zo makkelijk. Want er is geen handleiding voor deze game. Je moet echt alles zelf gewoon uitvinden. En dat kan best lastig zijn als je de namen niet helemaal begrijpt. Vandaar dat ik hem ook in het Nederlands laat staan. Ik zit echt te kijken, joh. Dit is een heel andere planeetstuk dan ik met Don had. Eens even zien. Ik zie hier gewoon... Oh, hier is verbinding, jongens. I found it. Lekkere verbindingjes. En door te klikken zuigen we dat dus allemaal gewoon op. Ik heb nu alleen geen stroom meer, dus we gaan weer even terug. Zodat ook onze zuurstof niet naar beneden gaat. Hoppakee, oké. Nou, dit is echt gewoon, dit is een goede plek waar we gespand zijn. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Maar nu gaan we even dingetjes craften. En dat is belangrijk. Hallo, Lotje. Hallo. Ik zie nu een vriend van mij. Speelt nu! Astroneer! Steam-vrienden kunnen trouwens gewoon random je game joinen. En dat had ik de vorige keer niet eens door dat Don dat deed. Dus als er ineens iemand naast me landt, dan... dan is er iemand mijn game gejoind. En even zien. Boeien. Oké, boeien. Ik zal ze even craften. Dat doe ik door middel van hierop te klikken. Dan zal ik even laten zien wat ze precies doen. Oké. Met T kan ik een boei plaatsen. En dat betekent dat ik mijn zuurstoflijntje verbind, zeg maar. Dus kijk, als ik er hier eentje neerzet. Ik ga gewoon eentje recht hier neerzetten. Helemaal op het uiteinde. Dan zie je dat mijn zuurstoflijntje zich verbindt aan dit lijntje. Dat betekent dat ik dus veel verder kan zonder dat mijn zuurstof wordt onderbroken. En dit is dus zeg maar hoe je rondkomt. En het handigste is om gewoon een netwerk aan boeien rondom je dingetje heen te zetten. Zodat je, dus gewoon een heel stuk kan lopen.
Ze gaan even alle kanten opbouwen. Ik kan trouwens ook wijzen. Dat ziet er heel leuk uit. Kijk, daar. Ik ga daar een boei plaatsen. Hi. Daar zo. En zo kun je dus pingen. En dit spel is multiplayer. En dat had ik net al gezegd. Dankjewel voor het volgen. Omdat ik dus met Don aan het spelen was. Maar dat is gewoon iets wat ik super tof vind aan deze game. Wat ik heel veelbelovend vind. Want ik vind dat de multiplayer versie, ondanks het feit dat die op een gegeven moment dus gewoon crasht zonder reden, werkt het verder gewoon heel erg goed. En dat is het grootste wat ik miste aan een game als No Man's Sky. Dat was gewoon die multiplayer. Dat maakt het gewoon zo leuk dat je met meerdere mensen dit kan spelen. En ja, ik speel het nu in mijn eentje. Maar nou ja, je kunt het dus met meerdere mensen spelen. Oké, we gaan hars verzamelen, want dat hebben we ook nodig voor het craften van allerlei dingetjes. Oeh. Ja, de stroom is op. Nou, dan laten we het even zo. Oh ja, hier heb je nog weer zo'n dingetje. Dit is, als het goed is, ook zuurstof. Kijk. Hoi! En dan heb ik een blokje zuurstof. Ik heb alleen wat weinig stroom, dus ik kan niet heel veel doen. Kom op, ik wil één blokje. 1, 2. Nee, nog niet. Oh, bijna. Hé? Ja, oké. We hebben één dingetje zuurstof. En dat haalt hij dan zeg maar gewoon uit ons rugzakje terwijl we aan het lopen zijn. Dus dan kunnen we weer iets verder. En je hebt meerdere van dat soort dingetjes. Dat zijn natural resources. Die vullen zichzelf weer aan na een dag. Dit is namelijk stroom. Daar farmen we even wat van. Zodat we wat verder weg kunnen. En zodat... Oh god, mijn rugzak zit nu alweer vol. Nou, zuurstof nog even weg. Want we zitten toch heel dichtbij. Maar we moeten flink wat gaan farmen. Dus ik heb even wat extra stroom nodig. Je zult echt zien hoe snel dat weggaat. Nou, en er zit een icoontje boven ons huisje. Dus die vinden we zo weer als we wat te ver weg gaan. Je moet alleen niet te ver weg gaan. Want dan raak je letterlijk je huis gewoon kwijt. Ben ik achtergekomen. Ik laat dit even op de grond liggen. Ik kan het zo wel pakken. Maar dan heb ik in ieder geval eventjes een heleboel hars. We gaan nog eventjes ons huisje wat verlengen. Zodat we in ieder geval even... Oh. Here we go. Helemaal dood. Here comes the money. Ik moet die melding even wat langer in mijn scherm laten staan. Want elke keer wil ik door het geluidje heen praten. En dan horen jullie mij niet. Dus ik ga eventjes kijken wie het precies was. En dan lees ik het berichtje even op. Ik ben nog steeds een noob streamer. Dus sorry. Well Soldier 14 doneert €2,25. Hey Lotte, je bent een awesome streamer. En ik wens je alvast een fijne kerst. To love you. Dankjewel. Dat vind ik echt super lief van je. Jij ook alvast een hele fijne kerst gewenst. Het is nog een weekje en dan is het alweer kerst. Oh mijn god, ik moet echt kerstinkopen gaan doen volgende week. Ik hou van de kerst. Maar doe even wat liefde in de chat voor deze persoon, want dat was echt super lief. Oké, we hebben even weer een groter bereik. Ik laat echt even zo aan beide kanten nog eentje erbij. Dan kunnen we in een grote straal eromheen in ieder geval lopen. Oké, hier hebben we een kopje en er staat verlengen. En als ik daar klik, dan zie je dat we daar hars voor nodig hebben. Dus die proppenkrop wordt hier nog even weer wat groter. Hey, we hebben nog meer hars nodig. Nou, dat komt goed uit, want we hebben daar nog een heleboel hars liggen. Oké, eens even zien. Hey, waarom is deze onderbroken? Kom eens even hier. Dat gebeurt nog wel eens. Dat is gewoon een van de bugs. Dat las ik ook al in de update. Dat ze zich daarvan bewust zijn. Dat inderdaad af en toe die zuurstoflijntjes onderbroken worden. Bedankt voor je follow. Had ik hier nog... Dat was alles wat ik hier had liggen, toch? Ja. Oké. Dan moet er nog één hars dingetje even daarop. En dan... Oké, nu kunnen we kiezen wat voor machine we willen. En die machines die heb je gewoon nodig om je basis uit te breiden. Om voertuigjes te maken en al dat soort dingetjes.
Wel, Seltje vraagt ook nog, ga je nog iets speciaals doen met kerst? Ik ga niks speciaals doen met kerst, tenzij cadeautjes en dergelijke met familie speciaal is. En dat is het natuurlijk eigenlijk ook wel. Dat ga ik doen. We gaan lekker gourmetten en we gaan cadeautjes aan elkaar geven. En ja, verder weet ik niet wat ik ga doen met kerst. Vrienden zijn natuurlijk altijd welkom. Maar ik heb geen speciale plannen. Hey Kirsten. Hallo, leuk dat je er bent. Wat gaan we eerst maken? Gaan we een onderzoeker maken? Een smelterij of een printer? Met printer kunnen we weer andere dingen maken voor op voertuigen en dergelijke. Dus die hebben we niet echt nodig nu nog. We gaan een onderzoeksding maken. En daar hebben we 2 keer verbinding voor nodig. En... Oké. Hij heeft nu geen stroom. En... dat valt redelijk simpel te fixen. Maar ik zal jullie eventjes er doorheen leiden hoe je dat nou precies doet. Oké. We hebben in onze inventory kunnen we dus ook dingetjes craften. Nou, één daarvan waren de boeien, waar we straks trouwens weer wat meer van nodig hebben. Eén daarvan is een tank. Dit is een extra zuurstoftank. Die kun je gewoon in je inventory plakken en dan heb je extra zuurstof te spijen. Een generator, die maakt van organische stacks, maakt die stroom. We kunnen een baken maken, maar dat is alleen handig als je multiplayer speelt. Want die kun je dan ergens neerzetten of je kunt hem op je schouder doen. Zodat zeg maar de persoon waarmee je speelt, die kan dan zien waar jij bent. We hebben een windvaan, nou dat is gewoon een windmolentje. Die maakt dus van wind stroom. Alleen, ik ben er nog niet helemaal uit hoe je zeg maar kunt zien waar het veel waait en waar niet. Ik denk dat het vooral te maken heeft met als het bijvoorbeeld stormt. Want het gaat nog een keer stormen. Dat gaan jullie echt grappig vinden. Dan denk ik dat hij op die manier heel veel stroom charged. We hebben ook nog een zonnepaneeltje. Nou, dat is natuurlijk een heel simpel concept. Van zonne-energie kunnen we dan ook weer dingetjes opladen. We hebben 1 keer aluminium, maar aluminium is redelijk lastig nog te vinden, tenminste vond ik. Dus ik laat dit even en ik ga kijken naar meer verbinding, zodat ik zo'n zonnedingetje kan maken. En dan plak ik die hierop. Of nee, ik zit natuurlijk in een gebied waar heel veel plantaardige dingen zijn, dus waarom zou ik in godsnaam een zonneding willen hebben? Ik kan gewoon zo'n plantaardige, zo'n generator doen en dan kan ik van allerlei plantaardige shit kan ik stroom maken. Waar vind ik nou nog meer verbinding? Ik kan nog wel even 1 zo'n dingetje neerzetten. Want ik wil een generatortje hebben. Oké, we breken even los van onze zuurstofsupply. Ja, ik zie een heleboel verbinding hier in de buurt. Hartstikke mooi. Resources genoeg. Even lekker farmen. Ik wil 2 of 3 stacks eigenlijk. Ja, dank u. Dan rennen we weer terug. Het wordt alweer donker. Dit deden Don en Emre ook. Dat klopt inderdaad. Ja, ik heb al een hele tijd deze game in mijn verlanglijstje. En toen zei ik tegen Don van... Hey, dit lijkt op No Man's Sky, maar dan met multiplayer. Toen zei Don, hey, wat leuk. En toen kwam Emre, die kwam met dat spel. En toen had Don hem ook al in zijn verlanglijst staan. Toen gingen ze dat samen spelen. Dank je voor je follow. Hoe lang kan je zonder zuurstofverbinding? Je kan... Nou, als ik het echt in tijd moet denken, dat ik ongeveer 3 minuten kan. Je moet me even je naam geven. Dan kan ik je de volgende keer gewoon met je naam bedanken. In ieder geval, Love E. S-S-E-V. E-V maak ik eruit op. Doneert 5 euro en zegt, hey, ben ik weer. Hey, hoi, leuk dat je er weer bent. Waar was ik mee bezig? Ja, je kan ongeveer 3 minuten, denk ik, zonder zuurstof. Kijk, hier heeft hij hem alweer afgebroken. Maar, oké. Rare glitch. Maar als je dus zuurstoftankjes hebt, dan kun je een stuk langer. Want het is ongeveer 2 keer zo lang. En wat is dit precies voor game? Als je het concept achter No Man's Sky begrijpt, dan is dit ongeveer een soort van, versie daarvan. Met een gave artstyle en met allerlei survival aspecten. Je zit op een planeetje, je kunt naar meerdere planeetjes toe. En je moet zien te overleven en dingetjes verzamelen. En
minen. En, nou, kijk gewoon. Dan zie je vanzelf wat voor game dit is. Ik ben een beetje aan het rondrennen. Want ik vind het raar dat hij dit lijntje al eronder breekt. Maar, nou ja, dat zal wel gewoon een glitch zijn. Het is heel vervelend namelijk als je heel ver weg bent en het lijntje onderbreekt ineens. En je moet een heel stuk terugrennen op 25% zuurstof. We gingen een generator maken. We kunnen ook een zonnedingetje maken. I don't know. Oh fuck, nee. Voor de generator hebben we koper nodig. Oké, dan gaan we even een zonnedingetje maken. Als het weer zonnig wordt, dan kunnen we in ieder geval dat gebruiken. Hij zet hem automatisch op onze schouder, maar dat willen we niet. We plakken hem hier aan vast. Loep. En ik ga even dit hier neerzetten, want dat heb ik nu momenteel niet nodig. Zodat ik even wat meer ruimte heb. Aluminium prop ik aan de andere kant even neer. Zo, we hebben meer verbinding nodig. En we hebben ook even wat meer hars nodig. Want we hebben nu een onderzoeksmachine. Maar er is best wel veel power voor nodig om iets te onderzoeken. Dus ik wil even een andere machine maken. Zodat ik aluminium... Nee, niet aluminium. Wel aluminium. Zodat ik iets kan omsmelten naar koper. Ik weet niet hoe het zat. Don, die was hier gisteren mee bezig. Die was hier veel beter in dan ik. Ja, hars is hier. Zo. Lekker farmen. Ik heb er 3 nodig. 3 stacks om weer een nieuwe machine te maken, volgens mij. Of tenminste, het platform voor een nieuwe machine. Laten we dat hier doen. En dan kloppen we er een harsdingetje op. Wordt hij wat groter. Nog 1 en 2 en... Hey! Oké. Okay. Een smelterij. Hebben we 2 verbinding voor nodig? Die hebben we bij ons. 1, 2. Maak. Oh, yes. Oké. Okay. Nou weet ik niet of je dat aluminium nou moest omsmelten of dat het wat anders was. Nee, het was toch lateriet of zo wat je moest omsmelten? Ja, het was lateriet. Waarom zou je aluminium willen omsmelten? Dat is letterlijk al een omgesmolten iets volgens mij. Goed, dat betekent dat we een mijn moeten zoeken. Nou, we moeten sowieso op onderzoek gaan, vind ik. Even kijken. We maken wat extra boeien. Een hoop zuurstof. Hey Wilco! Sorry, ik ben misschien zo weg in verband met visite. Ben je nou vandaag jarig, Wilco, of ben je morgen jarig? Want ik echt heel slecht dat ik dat niet weet, maar ik kijk ook nooit op Facebook. Dus ik heb nooit een idee van wanneer mensen jarig zijn. Dat boeienfoutje komt denk ik omdat die boeien op maximale afstand staan. Als er dan 1 keer een windvlaag komt of wat dan ook, dan verplaatst die. Dat is inderdaad een goede dom. Ik zal het even in de gaten houden, want als dat inderdaad gebeurt, dan zet ik ze gewoon iets dichter bij elkaar. We gaan in ieder geval even een stukje farmen. Exploren. Oké. Een heleboel verbindingen hebben we. Ik heb nog steeds geen grot gezien of wat dan ook. Hier is stroom. Oh, dan heb ik in ieder geval... Oh, dan heb ik weer 3 stacks met stroom. Zo, dan zit mijn rugzakje ook weer vol. En dan kan ik gewoon even weer terug. Hey. Ik denk alweer te moeilijk, zeg maar. Ik wil overal apparaatjes voor hebben, maar... vaak niet eens echt nodig, omdat ik met rauwe materialen ook... Hoe ben ik hier langs gelopen? Er is hier gewoon een grot. Nou, dan gaan we zo in. Ja, dan gaan we zo in. Beetje stom. Ik zag het gewoon niet. Ik ben er gewoon langs gelopen. Staat de kerstboom al in de kamer? De kerstboom staat zeker in de kamer. Mijn moeder heeft hem heel mooi opgetuigd. Hij is opgeladen.